Goedemiddag, Paul Hanen. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zou u wel eens 80 uur willen doen? Reizen. Nou, ik zou wel trein reizen. Dat kan ik heel goed. Dat vind ik ook wel leuk. Met nachttreinen. En dan weer even wakker en dan weer slapen en dan weer naar buiten kijken. En dan, dat zou ik wel treinreizen, 80 uur, dat zou ik wel willen doen. Hey, wat heeft u precies gedaan om de jongens toch nog gewoon actief te houden en wakker te houden? Want ze moeten nog best flink wat uren. Nou, ik heb aangeraden om ook af en toe heel kort te slapen. Dat heb ik vroeger ook wel eens gedaan als ik dus twee verschillende dingen moest doen. Dus bijvoorbeeld en optreden. Iets anders of twee dingen die heel erg van elkaar verschillen. Om dan een heel kort tussenslaapje te doen of vlak voor een voorstelling. Als je een hele drukke dag gehad hebt en je moet het theater in de kleedkamer. Een slaapje van zeg maar 5 minuten. En dat noemen ze de sleutelbos slaap. Dus je gaat zitten en je hebt een sleutelbos in je hand. En zodra die sleutelbos valt, heb je even geslapen, maar je wordt meteen weer wakker. Heeft u nog wijze woorden? Ik zou vanuit mezelf zeggen van hou vol en probeer vooral je energie vooral op het eindpunt te richten. Want het gevaar is dat je te veel energie in het begin geeft, maar ook rustmomenten. Ik heb ook net in de uitzending gezegd dat je ook hele saaie interviews moet hebben waar je nauwelijks hoeft te luisteren. Dat je gewoon, dus half slaperig, dus goed, bedankt voor het gesprek. Dat je gaat verdiepen in de gast. Dat kost ook heel veel energie. Dus dat is mijn advies.